Zullen we die openmaken, Alexis? Ja. Gaan we openmaken? Ja, open. Openmaken, hè? Ja. Wat ga je doen dan? Ga je erbij zitten? Zo. 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 Oké, dan pak ik een schaar, maak ik hem open. Ja, ga jij helpen? Mama. Oh. Oh, moet ik daar zitten? Oké. Okay. Ik ben trouwens mijn kasten aan het opruimen en ik kwam deze vintage George V tas tegen. Hoe cool is deze? Die kan je hier zo dichtmaken. Zo. Een soort van weekendtas is het. Met superveel ruimte erin. Wat zouden jullie ervan vinden als ik deze weer terug laat komen in de collectie? Minus het pistool, want ik hou niet meer van dat logo. Maar super cool toch? Mooi kleurtje ook. Pak jij maar uit, Alexis. Wat zit er allemaal in? Deze kaart natuurlijk. Kijk. Een kaart van de Story of Now. Dat heb ik in mijn vorige vlog uitgelegd. Dan kan je iemand een kaartje opsturen. En zelf met ons delen in een Insta-stories. Wat jij hebt geleerd tijdens deze periode in quarantaine. Hè? Hè? Nee, leg die schaar. Nee. Nee, die is oud, die is gevaarlijk. Die is voor mama, hè, de schaar. Mama. Oké, ga maar uitpakken. Mama heeft eventjes wat spulletjes van haar eigen collectie besteld. Want van de meeste dingen pas ik dus maat S, de sample maat. Maar van sommige dingen wil ik ook graag maat M. Zoals bijvoorbeeld dit blazertje. Die wil ik lekker oversized dragen. Oh, en mijn scrunchies. Yay, scrunchie. Zal ik die openmaken? Alexis, mag ik mijn scrunchie? Scrunchie. Scrunchie. Geef maar. Gaat mama hem uitpakken? Openmaken? Gaat hij goed daar? Alexis, kijk eens hier. Kom maar. Maak ik die andere ook open? Wil je liever klimmen? Kijk eens. Hier, neem jij deze maar dan. Oké, nee, liever klimmen. Ik ga ondertussen door met de unpacking, Alexis. Hallo. Doe je voorzichtig? Ja. Ja. Doe je voorzichtig. Voorzichtig en niet vallen. Mama vindt het wel een beetje spannend. Voorzichtig, klein acrobaatje. Pas. Voorzichtig, hè? Voorzichtig. Klein klauteraapje. Alexis, koekoek. Ja. En uiteraard mijn keycord. Daar wilde ik even eentje extra van hebben. Ik heb die van mij aan mijn moeder gegeven. Deze broek. Ik heb een blazertje daarvan. Die heb ik al thuis. Alleen de broek zit bij mij net wat lekkerder in maat M. Dan is die ook wat langer. Zo. Dit heerlijke paillettenbroekje. Die wilde ik ook wat ruimer. Dus die heb ik ook in maat M gekocht. Dit blouseje. Mijn eigen essential blouse. Gaat het, Alexis? Gaat het? Deze jurk, die hele lange beach rope is dat.
Ik ga het allemaal zo nog even uitpakken hoor. Jee, deze is ineens bijna uitverkocht. En ik dacht, voordat hij helemaal uitverkocht is, wil ik hem zelf graag ook nog. Mama! Ja, schat. Poepen. Wat zeg je, poepen? Dit of de shoulder topje. De Constance. En dit shortje die bij deze blazer past. Het hele setje heb ik even in maat M besteld. Ik zal het zo laten zien. Hij is dan wel een beetje te ruim voor mij. Maar dat vind ik net wat mooier zitten bij mij. Omdat ik gewoon, ik ben natuurlijk gigalang. Mensen weten dat niet van mij. Maar ik heb eigenlijk maat 38 bij veel merken. Even een uurtje werken op kantoor. Dit is mijn outfit. Ik ga zo iets heel leuks doen. Ik ga namelijk Masha verrassen. Ik heb haar natuurlijk al vet lang niet gezien. En ik heb wat cadeautjes voor haar. En die ga ik aan haar deur hangen. En dan ga ik belletje leuren. En dan ga ik weer terug in mijn auto zitten. Want Masha en Gregor die... houden zich heel netjes aan alle regels, zeg maar. Natuurlijk omdat Masha zwanger is. En ze gewoon 0,0 risico's wil nemen. Dus die zijn heel netjes thuis de hele tijd. Maar ik mis hun enorm. En ik wil gewoon even Masha's mooie buik zien. Dus ik ga even vals spelen en ik ga aanbellen. En ik weet dat ze thuis zijn, want ze zijn alleen maar thuis. Maar ik heb dus één heel bijzonder cadeautje voor haar. En dat is deze. En ik weet dat ze die... sowieso heel mooi gaat vinden. De initial M. En zodra kleine Poppy geboren is, komen daar natuurlijk nog wat initialen bij. En ik had voor haar vast de letter M besteld, maar ik wil eigenlijk ook nog de letter G voor Gregor. Maar ik dacht, ik begin even met de M van Masha en met de M van mama. En om even te demonstreren hoe leuk je deze ketting dus kan combineren met verschillende bedels. Dit is bijvoorbeeld mijn letter J. Die heb ik even van mijn eigen ketting afgehaald. En ik wil jullie even deze mooie details laten zien. Want dit is dus een ringetje die kan open. Zo kan je dus in principe dit bedeltje loskopen en aan je eigen ketting hangen. Of aan je eigen armband. Wat je wil. Maar kijk, hier op het ringetje staat heel mooi George V gegraveerd. De kwaliteit is echt super. Dan kan je dus verschillende dingen doen. Je hebt dus hier de ketting. En in het midden van de ketting. Zo, hier het sluitingje. In het midden van de ketting zit een loopje. En daar kan je dus verschillende hangertjes aan hangen. En zoals je wil, je kan bijvoorbeeld stapelen. Dus dan hou je dat extra ringetje, die hou je eraan vast. En dan hang je die er hier aan. Dat kan. Of je haalt de J los van dit ringetje. Dan bewaar je het ringetje. En dan kan je hem hier aan het ringetje van de M doen. Ik ga het even laten zien. Kijk, zo heb je dus twee hangertjes met allebei de ringetjes. Zo. Of dus zo, op deze manier. Dan heb je twee hangertjes aan één ringetje. Super cute. Ik ben er zo blij mee, jongens. En ik zie jullie ook, want hij wordt volop besteld. En ik krijg ook veel vragen over de zilveren kleur. Nou weten jullie dat goud mijn lievelingskleur is. En ik ben dus begonnen met de gouden versie, omdat die altijd het best loopt. Alles wat goud is bij George V, zoals bijvoorbeeld deze ring in het goud, loopt beter. En omdat dit natuurlijk een geheel nieuwe sieradenlijn is, wilde ik eerst eventjes zien wat jullie ervan vonden. Nou, ik heb gezien dat jullie er helemaal fan van zijn, want er zijn echt al honderden, misschien wel duizend kettingen en bedels verkocht.
Dus de kans is zeker groot dat we ook zilveren bedels en kettingen gaan maken. Maar tot die tijd zullen jullie toch echt eventjes het met goud moeten doen. Nou, ik doe Masha de ketting terug in het doosje en mijn eigen J weer om. En dan ga ik richting Masha. Neem maar van mij aan dat ik het nu al leuk vind om hen te verrassen. Met dit mooie cadeaupakketje. En over Masha gesproken en onze superleuke samenwerkingen. Zoals jullie weten hebben Masha en ik samen de Josh V Masha Planner uitgebracht. En die was heel gauw uitverkocht. En er is nog steeds super, super veel vraag naar. En nu wil ik heel graag van jullie weten, moeten Masha en ik dit nog een keertje doen? En zo ja, wat verwachten jullie dan van een eventuele nieuwe planner? Het is zeker nog niet zeker dat we dit samen gaan doen. Masha en ik hebben het nog niet eens echt besproken. Dus bij deze Masha, I'm thinking about it. En ik ben dus even wat informatie en ideeën en reacties van jullie aan het afwachten. Stel dat Masha en ik nog een keer dus een Masha planner uit zouden brengen. Wat zouden jullie dan willen? Moet hij er exact zo uit blijven zien? Missen er dingen? Moet de inhoud veranderd worden? Of juist zo gelijk mogelijk? Want ik denk ook dat de kracht van de Masha planner is dat hij gewoon zo super goed in elkaar zit. En dan wil je eigenlijk helemaal niet dat er iets verandert. Behalve dan natuurlijk het design. En daar ben ik dan verantwoordelijk voor met mijn team. Dus dat kunnen we sowieso. Maar stel dat jullie echt hele goede suggesties hebben, wellicht kunnen we dat dan doorvoeren. Dus just keep it in mind. Ik ben ermee bezig. Het zijn nog gedachtenspinsels. Het is super goed gegaan met de vorige planner. Dus dat hadden we eigenlijk wel toen we daar ooit mee starten. Van nou, als het nou echt super goed gaat, kunnen we dat eventueel vaker doen. Dus ik ga het zo meteen even met Masha bespreken. Als ik er dan toch zie hoe zij erover denkt. Maar laat het mij dus vooral eventjes weten in de comments. Wat zouden jullie graag willen terug willen zien in de eventuele, zeg ik erbij met een slag om de arm, potentiële nieuwe Josh V Masha planner. En helemaal vanuit Antwerpen. We zijn eindelijk weer eventjes in België. Samen met Miloetje en Lexi. We gaan eventjes door de stad wandelen en even wat shoppen. Lexi baby! Hier in Belichick. Good morning. Het is maandag en na een heerlijk lang weekend ga ik weer richting kantoor. Dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb ons gloednieuwe zebra pak aan. Heeft een hele mooie band hier omheen zitten. Ik heb hem aan de achterkant nu eventjes gestrikt. Omdat ik hem niet dicht draag, maar open. Zo. Nou, ik ben dus op kantoor en ik kom net uit marketing meeting. En ik ben daarna eventjes naar productie gelopen, want ik weet niet zo goed wat ik met een bepaalde suggestie aan moet. Ik krijg namelijk best wel veel vragen van volgers, van mensen die de vlog kijken, maar ook via Instagram. Of wij vanuit Josh V misschien fashionable mondkapjes willen gaan maken of dat die er komen. En ik heb eigenlijk steeds gezegd nee. Omdat ik het geen noodzaak vond en omdat ik het aan de overheid vind om zeg maar de echte beschermende
mondkapjes voor het zorgpersoneel beschikbaar te stellen. Maar nu is het natuurlijk, wat echt super krom is, strakjes verplicht om in het OV mondkapjes te dragen. En die hoeven dus niet aan bepaalde eisen te voldoen. En omdat dat nu dus verplicht is, dan denk ik, ja, in zo'n geval is het misschien wel leuk als je dan een zebrapakje aan hebt, dat je dan misschien een mondkapje kan dragen, matching met je pak. Dus het begint bij ons hier iets meer te spelen en we beginnen het nu minder gek te vinden of zo, dat idee. Maar ik dacht, ik kan het wel gewoon eventjes met jullie delen. Wat zouden jullie doen? Dragen jullie dan liever zo'n simpel, wit, nou ja, ziekenhuisachtig ding, maar dus niet medisch? Die je gewoon voor een paar euro kan kopen. Of zou je dan iets meer geld uitgeven voor een wasbare van stof. En bijvoorbeeld dus van Josh V. Laat maar eens even weten wat jullie daarvan vinden. Ik ben echt oprecht super benieuwd naar jullie mening hierover. Zo, ik ben weer thuis. En ik heb eventjes mijn spullen afgedropt. Laptoptas. En ik ga nu eventjes Alexis ophalen. Lekker lopend. Zonnetje schijnt. En Nick is nog steeds in België, of eigenlijk alweer. Dus ik ga zelf zo meteen eventjes wat eten fixen voor ons. Alexis, haar hapje, die staat al in de magnetron. Die ben ik langzaam aan het ontdooien, want die was ik vergeten uit de vriezer te halen vanmorgen. Even bedenken wat ik zelf ga eten. Ik denk dat ik niet voor mezelf ga koken. Ik denk dat ik even iets ga bestellen. En ik ga onderweg bedenken wat. Nou, één keertje nog van de glijbaan voordat we gaan. Dat is een soort van ritueel geworden. Je bent er bijna. Goed zo. Hey, wauw, glijden. Kom maar dan. Kom nou, je moet nog een stukje naar voren. Durf je zelf te glijden of wil je handje vasthouden? Wow, oké dan. Nee, durf je niet meer? Zo, heb jij een cadeautje gekregen? Wauw. We zijn er. Oké jongens, Alexis ligt op bed. En ik heb super gespeeld net na het eten met Alexis. En om jullie even gerust te stellen dat mijn huis echt niet altijd zo netjes is als dat het lijkt, wil ik jullie even de huidige situatie laten zien. Komt-ie. Kijk, er kwamen allemaal pakketjes binnen van Bol. En die gingen we uitpakken. Daar ook. Chateau Meiland staat op trouwens. Hier dozen weer vol met spullen voor United Wardrobe. Hier nog meer spullen. Die heb ik allemaal even uitgezocht. Nou, Alexis door koffiezetapparaat. We hebben weer gedanst met haar koptelefoon. Geen idee waarom ze die in het vliegtuig wilde, ze hem echt niet op. En nu wil ze de hele tijd haar koptelefoon op. Nou, de nieuwe wobbel hebben we meegespeeld. Hier ook één grote pijnbende. Gekleurd. Wat erg, het is echt een rommeltje. Gekleurd en daarnet, vlak voordat ze naar bed ging, wilde ze eigenlijk nog een toetje. En dat mocht niet van mij, dus toen ging ze proberen deze zelf te pakken. Door een toren te bouwen. Ze ging dan eerst via het trapje, want ze kan nog niet zelf op de stoel. Hierop klimmen en dan daarop. En dan ging ze zo het luxe er ook nog de koelkast openmaken. Nou, toen heb ik gauw een flesje voor haar gemaakt met kokosmelk. En nu ligt ze lekker op bed. En hopelijk gaat ze gewoon slapen. En ik ga lekker opruimen. Ik weet trouwens echt niet hoe dat met jullie zit. Maar ik kan nu dus echt niet gaan zitten voordat mijn huis weer opgeruimd is. Dus dat ga ik nu lekker op mijn gemakje doen. Echt alles. Anders kan ik niet slapen. I'm coming back to life. Volume.
highlight. Lekkerste gevoel ever. Als je net naar de kapper bent geweest en het regent niet buiten en je haar danst. En nu ga ik nog iets leuks doen. Straks nog weer één meeting of een half uurtje, maar ik heb speling. Dus ik ga even bloemen halen. Zo, staat ze hoor. Met zijn bloemen en mijn boodschappen. Hoppakee. Ah, oh, gelukkig nieuw haar. Zo, en nu door naar mijn volgende afspraak op deze Verwen Jezelf dag. Ik ga naar de Face & Body Boutique voor de tweede sessie van mijn wenkbrauwen. Die waren in de eerste sessie net niet donker genoeg en vol genoeg gepakt. Dus ze gaat er nu bijwerken. Fijn en gezellig om iedereen weer te zien hier in de salon. En nu heb ik dus een afspraak met Anna en die gaat dit allemaal een beetje updaten. Ik heb nu dus bijgetekend met potlood. Dus dat is straks waarschijnlijk niet meer nodig, maar wie weet. We gaan het zien. Nou, Anna is klaar met mijn rechter wenkbrauw. Dus het is nu natuurlijk super rood, daar moet je maar niet te veel op letten. En ik heb schijnbaar een huid die wat minder goed pakt. Dus normaal met een laagje of twee. Toch? Am I saying it correctly, Anna? Usually yeah. Like with yeah. Two layers, yeah. The color will stay. And my skin is just super stubborn, so we need a few more layers. That's why it's also a little bit more red. Yeah. Dus we moeten bij mij nog eventjes kijken. Want überhaupt dat het de eerste keer eigenlijk zo licht is gebleven. It's very uncommon, right? After the first treatment, that it became quite light. Yeah, yeah. Most skins. But also because of the period, yeah? You needed to come 4 weeks in, but you came 3 months later. Of course, this is because already. Of what happened. Yeah. So. No, hey, but I was already happy with my semi eyebrow. Yeah. Perfecte vorm, echt knap. Nou, op naar wenkbrauw nummer 2. Ik zal een stukje filmen als Anna bezig is met het powder tatoeëren. We hebben ze eventjes ingesmeerd met een crèmetje. Zit er nu op. Dus het gaat nog weer donkerder worden. Nog donkerder zeg maar dan dit, omdat het nog moet helen. En dan gaat het weer eraf. En dan moeten we even kijken wat er van overblijft. En dan misschien, heel misschien, moet ik gezellig nog een derde keer terugkomen. Maar dat is dus best wel ongebruikelijk. Maar ik vind het alleen maar hartstikke gezellig. Even lekker snel een pastaatje in elkaar flansen. Nick die komt zo terug thuis vanuit België. Heb ik lekker een pastaatje gemaakt. Hey, ik ben ondertussen thuis. Het is 6:15 en ik ga zo Alexis ophalen van de opvang. En ik hang net op met Thijs van United Wardrobe om mijn volgende sale daar te bespreken.
Dus die gaat er binnenkort aankomen. Dus die wil je niet missen. Dus ga alvast naar United Wardrobe om mijn account te volgen. Want er komen weer nieuwe spullen aan. Die staan hier allemaal klaar. Het lijkt wel alsof ik ga verhuizen, maar helaas nog niet. Of gelukkig eigenlijk nog niet. Ik moet er echt nog niet aan denken. En dit is nog niet eens alles. Maar dit gaat dus allemaal weer online. En ik heb eventjes mijn zusje om hulp gevraagd om me daarbij te helpen. En wat fotootjes te maken. Want daar had ik de vorige keer echt geen tijd voor. Dus die komt vanavond gezellig eventjes mee eten. En dan gaan we even kijken hoe we dit gaan aanpakken. Gelukkig van bijna alle Josh V items bestaan natuurlijk beelden. Dus dat scheelt. Maar het is gewoon gedoe om al die foto's van die outfits die ik ooit een keer aan heb gehad. Om die bij elkaar te vinden. Dus dan kunnen we het beter allemaal opnieuw aantrekken. Alleen aangezien ik er geen tijd voor heb. Omdat ik 100 miljoen dingen tegelijk doe. En het letterlijk 800 items weer zijn. Ga ik even kijken of Eline mij er misschien mee kan helpen. Want Eline, die kan alles. En zij is altijd mijn steun en toeverlaat en reddende engel. Always. Dus ze gaat gezellig vanavond mee eten. Mijn zusje werkt dus bij Circle hier op de Zuidas. Ze heeft dus lekkere maaltijden meegenomen. Super chill. Dus ik hoef niet te koken vanavond. Hallo! Hallo! Ik ga het eten halen. Rebeltje! Kijk eens aan. Ja, jij zou koken. Doet ze even. Lekker hoor. Lekker. Oké, we gaan tafel dekken. Ik ga gauw Alexis ophalen. Als jij dan de tafel dekt. Doei. Oh, Alexis, dit is ons standaard ritueeltje. Alexis mag nog één keer van de glijbaan. Maar ze vindt het eigenlijk nog wel een beetje spannend, geloof ik. Het is wel hoog. Oh, voorzichtig. Oh. Ben je er klaar voor? Zo, hoppa. Wow. 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 Heb je het leuk gehad op de opvang? Met al je vriendjes en vriendinnetjes? Wow. Cool altijd, hè, in de lift. Je stoere meid. Oh. Hallo. Hallo. Hey, Alexis. Oh. Oh. Rebel en Tante Lina. 1, 2. Kom eens hier. Nee, eerst Rebel. En Tante Lina. Tante Lina. Oh. Waar is Lof? Hier. Ze heeft het de hele weg erover gehad. Rebel en Tante Lina. Geen knuffelen. Hallo, Waf. Oh, eten. Ga je straks ook lekker eten? Wat? Eten. Ook voor Alexis, hè? Eten. Oh. Ja, daar zat het eten in, hè? Hey, krijgt papa nog een knuffel, Alexis? Ja, nee. Ah. Ah. Nou, Alexis zit al te smullen, want die was ongeduldig. Maar kijk even.
Lekker risotto. Michel zuur. Met. Wat zit er allemaal door? Oesterzwam. Nee, spinazie. Lekker. Witte asperges. Yummy. Salade. Deze brood. Lekker. Oh. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Kijk hier. Hier heb je parmezaanse kaas. Lekker. Ja, dat vind ik kaas. Lekker. Good morning. Ik ga richting kantoor. Dit is mijn outfit van vandaag. En ik heb dit super fijne cropped blouseje aan. Zo. Toch ook wel leuk om zo in je broek te steken. En ik heb een hele leuke afspraak op kantoor. Namelijk met Joop. En Joop kunnen jullie kennen van Jos Bottel. En daar heb ik het in 2 vorige vlogs over gehad. Ik ken Joop via Dragon's Den. Een van mijn favo-programma's van dit moment op de Nederlandse televisie. En... Joop heeft een hartstikke leuk product en ik ben daar heel erg benieuwd naar. En hij wilde even een kopje koffie met me drinken, dus ik heb hem uitgenodigd op kantoor. Dus we gaan eventjes bijkletsen. Ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal. En wie weet kunnen we wat leuks samen ondernemen. Ik heb net echt zo'n leuke meeting gehad met Joop van de Jos Bottel. En hij is zo lief geweest om voor heel mijn team... een flesje achter te laten. Dus die ga ik nu even uitdelen. Alright, lieve mensen. Het is tijd om mijn vlog af te sluiten van deze week. Het is namelijk donderdag. Normaal sluit ik hem af op vrijdag. Maar ik heb wat deadlines en wat spoedjes. Dus morgen ga ik er niet aan toe komen. Dus ik ga jullie een heel fijn weekend wensen alvast. En dan zie ik jullie volgende week weer. En vergeet niet te abonneren. En laat nog een comment achter hieronder. Dan lees ik ze allemaal. En wie weet reageer ik ook nog even gezellig. See you! You gotta focus on the